Elodie Verwij, bekend van RTL 4's late talkshow, heeft nog 200 euro te goed van WNL, de omroep van de omstreden Bert Huisjes. Huisjes wordt beschuldigd van pesten, intimidatie en zwangerschapsdiscriminatie, terwijl de omroep wordt bekritiseerd vanwege wanbetaling en een rommelige situatie. Voormalige medewerkers, zoals radioredacteur Roos Barneveld, melden niet uitbetaalde overuren en onregelmatigheidstoeslagen. Verwij herkent de verhalen over huisjes en benadrukt dat hij een onaangename werkomgeving creëerde zonder de benodigde checks and balances. Als nieuwkomer voelde ze zich machteloos tegenover huisjesgedrag. Ondanks haar ongenoegen heeft Verwij nooit rechtstreeks met huisjes gesproken over de kwestie. De situatie roept vragen op over de verantwoordelijkheid van huisjes die nog niet publiekelijk verantwoording heeft afgelegd.